Sinds de start van het werk van Elk welzijn is er veel veranderd. De rol van de bewoners is groter geworden en professionals ondersteunen hen. Met vrijwilligers zijn er meer en andere diensten ontstaan. Met Dorine Ottervanger gaan we hierover in gesprek. Nou, welkom, fijn dat je je aan wilt schuiven. Ja, elk welzijn bestaat 15 jaar. Kun je eens heel kort beknopt vertellen wat elk welzijn eigenlijk is en doet. Ja, ook welzijn is een welzinsorganisatie en dat gaat eigenlijk gewoon over je goed voelen in het dagelijkse leven, dagelijks leven aankunnen. Dus bij ons gaat het over thema's als gezondheid, ontmoeten, fijn wonen in de buurt. Het uh, kan vragen zijn over uh, relatie, het kan vragen zijn over hoe ga ik om met mijn kinderen. Dus het gaat heel erg over dagelijks leven en hoe we daarbij kunnen meedenken en ondersteunen. Heel breed uh, begrip, hè? Als je kijkt naar bijvoorbeeld uh, helemaal in het begin, want in 2006 zijn er twee organisaties samengevoegd. Wat is nou het grootste verschil tussen toen en nu? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Wat is het grootste verschil tussen toen en nu? Uh, als ik één ding moet noemen, is het toch vooral dat de rol van, uh, van mensen zelf groter is geworden. En ook een soort van vertrouwen in de talenten van de mensen zelf. En uh, die was er eerst natuurlijk ook wel. Alleen toen was het toch zo dat uh, professionals veel meer activiteiten organiseerden. Uh, en dat mensen daarin aanhaakten of mee konden doen. En nu is het toch veel meer dat wij ondersteunen de mensen om het zelf te doen. Bijvoorbeeld een uh, activiteit in de buurt, een idee dat iemand heeft. Dan ondersteunen wij. Bij hen en dan doen zij het helemaal zelf. En op, op wat voor manier krijgen ze dan ondersteuning van jullie? Nou, dat kan op allerlei manieren zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat iemand een idee heeft voor zijn wijk en daarmee komt bij hem een van onze wijkcoaches, dat zijn onze professionals, en die zegt: van, Ik wil iets organiseren, maar ik weet de weg niet zo heel goed. Dan denkt iemand mee. Maar het kan ook zijn dat iemand gewoon vrijwilligerswerk zoekt uh, of op een andere manier actief wil zijn. Het kan ook zijn dat iemand bijvoorbeeld niet zo goed kan lezen en schrijven en heel graag daar iets uh, mee wil gaan doen. Dus het kan in principe elke vraag zijn en dan denk je mee en dan kijk je op maat van wat heeft die persoon nodig om een stapje verder te komen. Ja, en de, de medewerkers van jullie, laat ik zeggen de professionals, zijn die dan echt van alle markten thuis of schakel je dan daarvoor ook weer andere organisaties in? Wij werken altijd samen met allerlei organisaties, dus wij doen het zeker niet alleen. Dus we hebben vooral een hele grote verbindende rol. Uh, Culemborg heeft ook heel veel vrijwilligersorganisaties. Dus als we vrijwilligers uh, actief willen worden, dan gaan we natuurlijk dat niet allemaal zelf doen, maar dan kijken wij welke organisaties ook mensen nodig heeft. Uh, wij ondersteunen die vrijwilligersorganisaties ook als ze dat willen en we werken natuurlijk ook heel veel samen met organisaties in zorg en welzijn die uh, andere dingen doen dan wij. Dus onze rol is heel erg verbindend. Ja. En uh, dat maakt het ook zo breed, dat is ook heel erg leuk. Uh, dat maakt het ook zo breed en daarom is het ook goed om af en toe uit te leggen van ja, waar zijn we nou eigenlijk van? Ja, want het blijft, het blijft een beetje lastig hè, van waarvoor of bij wie moet ik nou eigenlijk aankloppen waarvoor. Ja, want jullie hebben um, nou ja, een prachtige folder, tenminste advertentie in de krant, laat ik ook maar zeggen. Maar ik heb ze ook hier en daar ergens anders voorbij zien komen. Waar eigenlijk heel mooi ook in kleur de pijlers staan. Hè? Wat jullie eigenlijk belangrijk uh, vinden. Kun je eens uh, uitleggen hoe die pijlers werken of wat het zijn? Dat is een, eigenlijk een middel geweest, uh, vier, vier thema's om ons werk in te delen. Om het op die manier wat zichtbaarder te maken voor mensen waar je bij, voor bij ons terecht kan. En bijvoorbeeld meedoen en ontmoeten, dat is er één. Uh, dat gaat onder andere over hoe je in de wijk uh, activiteiten kan doen, of ergens bij aansluiten, andere mensen kan ontmoeten, samen kan eten. Dan heb je leren en ontwikkelen. Onder andere het leerhuis is dat dan. Uh, daar kunnen mensen terecht die uh, zaken willen leren. of bijvoorbeeld de taal nog wat beter willen leren. of niet zo handig zijn met de computer, kunnen daar terecht. Uh, en dan hebben we nog vrijwilligersondersteuning uh, en mantelzorg. En uh, mantelzorgers, die zorgen natuurlijk voor een, uh, een ziek of een. Uh, een familielid of iemand in hun omgeving die uh, steun nodig heeft. Mm -hmm. uh, en vrijwilligers, die, die kiezen ervoor om actief te zijn. Dus die kunnen ook bij ons terecht. Dat is het derde thema. En dan hebben we het vierde thema hebben we apart genoemd: uh, uh, jong zijn en opgroeien. En dat gaat heel erg over het jongerenwerk. En ook het ondersteunen van ouders die, uh, die dat uh, af en toe vragen hebben over de opvoeding. Ja. Dan moet ik eerlijk zeggen dat ik zelf uh, elk welzijn niet zozeer had geassocieerd met, uh, met de jongere tak, zeg maar. Ik wist wel dat er een jongere soort van afdeling was, maar niet dat het bij uh, jullie zat. Um, wat doen zij precies, of ongeveer? Ja, maar wat je zegt is ook best wel logisch, hè? Want soms heb je er gewoon niet een vraag. Uh, en dat wil ik nog wel even zeggen. Daarom willen wij zo graag dat iedereen ons kent, want dan kan je ook voordat er eigenlijk wat aan de hand is. Uh, heb je al een soort kennis? En dan kan je, als je een keer een vraag hebt, kan je ook wat sneller de weg vinden. Hè? Dus daarom is het ook fijn dat, uh, dat we ons bekendmaken. Uh, wat doet het jongerenwerk? Het jongerenwerk is op dit moment ook heel veel online te vinden. We hebben natuurlijk in de coronatijd uh, bepaalde activiteiten die er waren, uh, niet kunnen doen. Mm -hmm. Vooral voor de jeugd was dat best wel zwaar. Hè? De school viel uit, dus die hadden het daar best wel zwaar mee. Uh, dus het jongerenwerk is uh, zowel fysiek geweest in de jongerenruimte, activiteiten die er dan zijn, maar ze komen ook heel veel op school. Uh, werken ook veel samen met scholen en uh, daarnaast zijn ze dus online allerlei zaken gaan doen. Dat deden ze al wel. Jongeren zijn veel online. Ja. Voor hen is dat ook ja. echt hun leven. Uh, maar daar zijn ze ook games en communities gaan uh, organiseren. Dus um, ik denk dat daar uh, wel veel jongeren die daar zitten er wel wat meer uh, van ons gezien hebben de ja. laatste tijd. Ja. Ja. Mede ook omdat ze dan op een andere manier elkaar opzoeken waarschijnlijk. Ja. Zeker. En als je, we hebben het natuurlijk al heel even gehad over, over het 15-jarige lustrum. We hebben even besproken wat eigenlijk het grootste verschil is. Hè? Dat mensen het meer, meer zelf gaan doen. Wat zijn nou de leukste dingen die, die jij hebt meegemaakt? Want je zit er nog niet zo heel lang. Dus die jij hebt meegemaakt dat dus je zegt van, oh dat is echt iets om, om eens eventjes te benoemen. Oh, dat was zo leuk. Ja, ik ben er inderdaad nog niet zo lang. Maar toen ik hier uh, ging praten over die 15 jaar. Ik werk nu vanaf 2019 bij ook wel eens. En toen kwamen er allerlei verhalen los, natuurlijk. En dat gaat eigenlijk altijd over de mensen. En dat is het mooiste, dat is ook het belangrijkste. En ook het minst hard te maken soms. Hè, van wij mm -hmm. willen echt het verschil maken. En dat zie je gewoon ook in individuele mensen heel erg terug. Van uh, de passie en uh, er helemaal voor gaan. Uh, en dat zie je gewoon heel erg. En dat, ja, waar, waar zal ik beginnen, moet ik bijna zeggen. Hè? Dat is echt heel, uh, heel lastig. Uh, mag ik iets zeggen Wat in de toekomst ligt, wat heel erg leuk gaat worden. Natuurlijk, nou, daar dan van, ja. als moet ja. nog kiezen. <laughs> ik ja. wilde eigenlijk net zeggen: misschien is het makkelijker om gewoon naar het positieve te stappen, wat, uh, wat in de toekomst ligt. Als ja. er zoveel leuke dingen achter zitten. En dan denk ik dat jij hint op de Jubeltour die eraan gaat komen. Ja. Ja, wij zijn natuurlijk een welzijnsorganisatie, dus wij willen vooral er zijn voor de mensen in Culemborg en iets betekenen en iets toevoegen. En uh, dat willen wij ook doen met onze verjaardag. Dus dan gaan we iets trakteren. En dat is een, een jubeltour noemen we dat op 22 september van 1 tot 5. En uh, dat is een soort tocht door de stad met allerlei puzzels, leuke dingen. Iedereen kan meedoen. Mm -hmm. uh, hoe hard of snel je ook loopt of fietst of rolt, het maakt helemaal niks uit. En uh, dat is even ons. Ding wat wij terug willen geven aan de stad. Uh, ook een beetje uit dankbaarheid voor, voor al die jaren van vertrouwen en uh, contact. En uh, al die vele mensen die ook uh, ja, toch ook hun, hun, hun talenten hebben, ja. hebben met ons hebben gedeeld. Hè? Ja. Dus samen kan je dat verschil maken. Uh, dat noemen we een Jubeltour. Het is gewoon leuk, gezellig, ontmoeten, uh, spelletjes doen. Uh, ik denk dat mensen ook echt wel na die coronaperiode er behoefte aan hebben. Je hoeft je niet aan te melden. Kom oh, gewoon mee. Mooi. Het is ook allemaal op een veilige manier. Hè? Want we zijn nog niet helemaal uh, klaar uh, met corona. Maar uh, het kan wel. En uh, wij vinden, kijken er gewoon heel erg naar uit. En uh, het past ook heel erg bij elk welzijn. Want ja, je moet het samen doen. Dus wij willen heel graag iedereen weer uitnodigen om mee te doen. Ja, en als ik dan denk, want jij zegt dan spelletjes. Dan denk ik een beetje aan oud-Hollandse spelletjes. Of ligt er dus een klein tipje van de sluier? Ja, puzzels. Uh, je kan letters verzamelen. En er zijn, uh, zoals dat heet, vossen die je kan ontdekken. Uh, nou, er zijn ook wat meer speelplekjes voor kinderen. Op sommige plekjes is een expositie. Dus het is uh, een hele ja, kleurrijk verhaal. Ja, dus, uh, mooi. Ja. Uh, 22 september dus. Als mensen meer na willen lezen over het werk van Elk Welzijn... of over de jubeltour, waar kunnen ze dan het beste kijken? Nou, het beste op de website, www.elkwelzijn.nl. Er mm -hmm. staat alles op. En ook alle mensen die bij ons werken. Dus als je contact wil of je hebt een idee of een vraag, uh, nou, iedereen is gewoon welkom. Ook als je denkt: van wat zijn ze nou precies van? Je kan gewoon even bellen of mailen, want dat vinden wij helemaal niet raar. Kom gewoon, uh, kom gewoon een keer langs. Ja, en dan denk ik uh, veel plezier alvast met uh, dit lustrum. En dan maar op naar het volgende. Dankjewel. Dankjewel dat je er was.